Ook al is het nog niet precies duidelijk welke bezuinigingen vanuit de faculteit zullen komen, is het wel duidelijk dat het dat welke kant het op gaat. En dat gaat onder andere inhouden dat onze werkgroepen groter zullen worden, het aantal verminderd zal worden, dat de contacturen met onze docenten zullen dalen, omdat heel veel tijdelijke contacten worden opgeschort. Vandaar is het inderdaad goed dat we hier zijn. Dit is vooral goed om ook voor de vakantie nog, voor de kerst, een signaal af te geven aan het college van bestuur en de directie van de UvA in het algemeen, dat we dit soort bezuinigingen niet pikken. Dat we voor de hoeveelheid geld die we betalen ook wel daadwerkelijk onderwijs willen hebben. En daar zijn werkgroepen natuurlijk heel belangrijk in, vooral op de sociale wetenschappen. We hebben een mooie lijst met eisen. Die is geclassificeerd en het komt wel goed uit met het weer. De meest voorname eis is dat het aantal werkgroepen gelijk blijft en dat de student-docent verhouding ook gelijk blijft. Dus dat er niet aan de kwaliteit van ons onderwijs getoond wordt. Daarnaast eisen we dat het aantal contacturen gelijk blijft, dat onderwijs van hetzelfde niveau blijft, dat de studenten en docenten actiever betrokken worden bij besluitvorming, dat de decaan openheid van zaken geeft en dat het college van bestuur gewoon werk helder is. Nou, laten we naar de maakdans gaan! Het college is niet in huis vandaag. We willen dus best wel zorgen dat het bij het college komt, maar dan wordt het gewoon bij de receptie afgehandeld. En die zorgt dat het college hem krijgt. Het is natuurlijk meer krachtiger als het persoonlijk aangehandeld wordt. Ik snap dat het vandaag niet is, maar als we met een verantwoordelijke kunnen spreken, waar we onze eisen aan kunnen overhandigen, dan lijkt het me dat beter dan als het bij de receptie afgegeven wordt en als het gewoon de post behandeld wordt. Op dit moment is dat de optie. Alleen de optie dat het aangegeven wordt bij de receptie. Er komt geen plaatsvervangend iemand voor de die is er ook niet. Die is er ook niet. Die is er, ook. Er is helemaal niemand die enige verantwoording op zich kan nemen. Die verantwoording heeft voor. Dat doet hij. Dat doet de receptioniste. Ja, maar de receptioniste besluit niet over het vermoorden van ons onderwijs. Dus we zouden graag iemand willen spreken die daar wel enige vorm van stem in heeft. En als die allemaal aanwezig zijn, dat is prima dan. Dan komen wij een volgende keer terug.